ondanks dat bijvoorbeeld mij niet altijd pijn doet, wil niet zeggen dat andere mensen er geen last van hebben. En daarvoor sta ik. Mijn moeder is wel wit. En dan krijg ik altijd gewoon rare vragen van hoe kan dat dan? Hoe kan jij dan een tintje hebben en jouw moeder blauwe ogen? Omdat ik word aangehouden, bijvoorbeeld als ik gewoon alleen maar fiets en ze houden me aan omdat ik verdacht was. En dat ze gewoon zeggen van oh, ik doe onrustig in, op straat terwijl ik helemaal niks doe. Op dit moment maak ik heel erg mee dat racisme in Nederland, zeg maar, of in ieder geval voor mij met vrienden, dat ze soms nog durven te zeggen van kutneger. En dan denk ik, oh, zo, was een grapje. En dan denk ik van, maar waarom moest je dat zeggen? Om grappig te zijn of zo. En op die manier wil ik er gewoon voor staan dat je gewoon iedereen normaal behandelt. Want ik kan in mijn eentje niet tegen iedereen staan. En daarom sta ik hier.